Poitre. En dan in de rug voor Berrier. Kan hij zien? 1-1. Wat een geweldige counter van Oostende. En het zijn de mannen die de ervaring hebben die het doen. Maar vooral dat hakje van Berrier is van een ongekende schoonheid. En kan hij zien rond het af. Wat zal het dat deugd doen? 1 tegen 1. Fernando Canezin. Zijn eerste goal van het seizoen. En dat viert hij op deze manier. Canezin geen buitenspel. Of wel buitenspel, maar Berrier niet. En die werd aangespeeld. Het hakje is fantastisch voor Canezin. Even meenemen en dan naast Boeks in het doel leggen. De supporters laten het voorlopig niet aan hun hart komen. Blijven als één man achter een ploeg staan. De Poitre, goed gecombineerd van Oostende. De voorzet van Canezin, Mouchekwi, en het is 2-0. 2-0 voor Oostende. Nou, weer een prima voorzet, deze keer van oprecht. Fernando Canezin en Mouchekwi scoort. Ook voor hem zijn tweede. Die 20-tal punten meer heeft gescoord of gepakt dit seizoen. Canezin versiert nog een strafschop. Je zag een solo een beetje twijfelen. Bijna kan hij zien. Opnieuw openen voor Berrier. Die heeft het overzicht. Laag. Kan hij zien nog eens. Kan hij zien hard. Laatste minuut in Lokeren KV Oostende. Kan hij zien. Goede actie. Kan hij zien. Nog altijd in balbezit. De Poitre. De Poitre. Te ver van de voet. En gaat hij binnen? Nee, die gaat niet binnen.